allemaal. Het is natuurlijk de tijd voor de favoriet van de afgelopen maand. En mei was eigenlijk een hele gekke, een hele drukke maand. En meestal als ik het heel druk heb, dan ga ik niet zoveel producten uittesten. En dan ontdek ik niet zoveel nieuwe dingen. Maar toch heb ik best een aantal favorieten gevonden. Ik had het deze maand ontzettend druk met mijn studie. Ik moest allerlei onderzoeken afronden en presenteren. En weet ik het wat. Dus het was een hele drukke maand voor mij. Maar ik ben nu redelijk klaar voor dit collegejaar. Ik heb nog wel een vakje, maar dat kost niet zoveel tijd. Dus de komende weken ga ik trouwens weer extra veel aan mijn site werken. Als er nou nog bepaalde video's of zo zijn die jullie heel graag zouden willen zien, laat het dan weten. Want ik heb nu de tijd om ermee aan de slag te gaan. Dus ook om wat uitgebreidere dingen te filmen. En gewoon even lekker wat meer tijd in te steken. Dus laat het weten bij de comments wat je heel graag zou willen zien. En dan ga ik nu met de favorieten beginnen. Want daarvoor zijn we natuurlijk bij deze video. Ja, ik heb eigenlijk best wel veel betaalbare favorieten. En dat vind ik leuk. Want ik vind het altijd leuk om hele goede producten te vinden die niet zo heel duur zijn. En die ook makkelijk verkrijgbaar zijn. Een voorbeeld daarvan, dat zijn deze producten van André Lon. Deze komen uit de Keratine Repair lijn. Keratine Repair, hoe je hem ook wil noemen. Het is een Nederlands merk, dus we zouden het bijna gewoon Nederlands kunnen noemen. Dit is een haarverzorgingsserie die er eigenlijk voor bedoeld is om je haar weer te repareren. Dus als je beschadigd haar hebt, om dit dus weer een beetje op te peppen. En het is gewoon verkrijgbaar bij de drogist. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was altijd van André Lon. Weet je wat, die ken ik nog van de iedere dag shampoo. Zo'n enorme fles die we vroeger thuis hadden staan. En dat was niet zo heel spannend. Dus ik ging dit gebruiken. Ik denk, nou oké, here we go. Ik geef het wel een kans. En ik had echt zoiets van, wauw. En normaal wordt mijn haar heel snel heel vet en heel zwaar van herstellende producten. Maar bij dit dus niet. En wat ook nog echt me meteen opviel en ook anderen opviel, was dat mijn haar super glanzend was. Ik heb de shampoo, de keratine repair shampoo, dat is deze. De conditioner heb ik ook, maar ik vind 1 minuut masker vind ik nog meer effect hebben. Dat is dus deze. En die gebruik ik ongeveer om de dag 1 keer in de 3 dagen. Zoiets. En de andere keren gebruik ik wel de conditioner. Maar deze vind ik nog net wat beter. En dan heb ik nog de anti-klitspray, dat is deze. Echt, mijn haar is verschrikkelijk als het om klitten en knopen gaat. Ja, ik heb het nu vast. Ik zit nu wel eventjes zo aan mijn haar, maar dat zie je natuurlijk niet. Maar het gaat bij mij heel snel in knoop. En als ik het dan gewassen heb, dan krijg ik echt gewoon bijna geen borstel erheen. De Tangle Teaser is dan echt een uitkomst. Maar goed, dan doe ik deze erin. En deze verzorgt ook nog meteen. Dus een soort leave-in conditioner / anti-klitspray. Dat is die. En als laatste het serum. En vooral deze combinatie. Oftewel het serum, de shampoo en het 1 minuut masker. Echt super glanzend haar. En ook dat mensen zeiden van, wow, wat gebruik jij? Echt, je haar is zo glanzend. Dat vond ik wel echt heel erg leuk. Dus aanrader. Volgens mij zijn de producten allemaal ongeveer iets van 5 euro en iets erboven. Maar André Lon heeft echt super vaak aanbiedingen. Nog een favoriet, dat zijn deze twee. Ik zeg nu nog een favoriet, omdat ze natuurlijk een beetje bij elkaar horen. Het zijn twee losse producten. Dat is namelijk de dag- en de nachtcreme van de Olaz Total Effect serie. En Olaz, dat is echt een beetje zo'n ondergewaardeerde serie, vind ik. Of überhaupt een ondergewaardeerd merk. Ze hebben heel veel super goede ingrediënten in hun producten zitten. Tuurlijk, je hebt ook wel die dingen als beauty fluid op basis van minerale olie die sommige mensen gewoon niet willen gebruiken. Maar als je verder kijkt naar een beetje de anti-aging series, er zitten echt hele goede ingrediënten in. Ik hoor bijvoorbeeld ook heel vaak Paula Begon, hoor ik er heel vaak over van ja, Olaz heeft zo'n goede producten. En ik mocht een winactie doen met Olaz en toen mocht ik zelf ook nog wat van die producten uitproberen, waaronder dus deze twee. En ik was al super positief over de dingen van Clarence die ik had gebruikt. En toen ben ik op een gegeven moment, later in deze maand, ben ik deze dingen ook gaan gebruiken. Dus ik wist het een beetje af. En wow, ik was helemaal happy. Dit is de dagcreme met SPF 15. En dan heb ik gewoon een nachtcreme die, ja, die bedoelt te herstellen en zo. Sorry, het is nog een beetje vroeg. Ik ben niet helemaal wakker. Ik zit nu naar buiten te kijken, maar ik heb hier helemaal geen klok hangen. Maar het is nog een beetje vroeg, dus vandaar dat ik misschien wat warrig ben. Maar goed, deze twee. Wat me meteen opviel is dat hij sowieso goed genoeg hydrateert. Wat echt een uitdaging soms bij mij is. Maar dat hij het ook niet vet maakt. Altijd weer een uitdaging. En wat het bijzondere aan deze serie is, is dat hij heel veel niacinamide. Niacinamide. Ik kan het nooit uitspreken. Volgens mij is het
Niacinamide in het Engels. Niacinamide is het dan in het Nederlands. Ja, dat bevat hij. Volgens mij is dat een variant van vitamine B. En dat heeft enorm veel effect op je huid. En deze producten bevatten daar dus heel erg veel van. En dat ingrediënt dat zorgt ervoor dat je huid egaler wordt. Dat puistjes minder vurig worden. Dat irritatie minder vurig wordt. Dat puistjes weggaan. Het zorgt ervoor dat de huid zich sneller vernieuwt. En het helpt ook nog tegen pigmentvlekken. Nou, dus dat is echt een super powerhouse ingrediënt. En daar zijn dus heel veel producten van Olaas zijn erop gebaseerd of hebben een enorm hoog gehalte. Echt, dan staat het op de derde of vierde plek in de ingrediëntenlijst. Nou, dat is echt, hoe hoger het in de lijst staat, hoe meer ervan in zit. Total Effect is eigenlijk een beetje een beginnende anti-aging serie. Maar met zulke dingen heb ik altijd zoiets van, joh, als het goede ingrediënten bevat, maakt het echt niet uit hoe oud je bent als je het gaat gebruiken. Ik ben nu 25, ik ben er misschien iets te jong voor, maar echt, wauw! En ik vergeet trouwens helemaal te zeggen, maar wat me dus ook nog opviel, was dat mijn huid er 's ochtends en 's avonds ook echt perfect geëgaliseerd uitzag. Ik had echt zoiets van, oeh, wauw, dat ziet er goed uit. Dus daar was ik heel erg blij mee. Je vindt ze gewoon bij de drogist. Ze zijn allebei al voor 20 euro, maar ook Olaas heeft echt super vaak aanbiedingen, zoals tweede gratis. En dan betaal je maar gewoon 10 euro per stuk als je ze met z'n tweetjes koopt. Wow, I like it! Nou, als we dan toch nog op de betaalbare tour zijn, pak er meteen nog een budgetfavoriet bij. Dat is namelijk deze, de Catrice Ultimate Lash Multimizer Mascara. En deze is eigenlijk een soort goedkope dupe van False Lash Effect van Max Factor. Ik laat hem nu zien alsof je het kunt zien, maar dat kun je natuurlijk helemaal niet zien. Maar dat is deze. En deze kost volgens mij echt iets van 4 euro, geloof ik. Hij is onlangs gelanceerd door Catrice. Ik moet wel zeggen, als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik nog steeds de Max Factor False Lash Effect nog iets beter. Maar er is bijna niks wat daar tegenop kan. Maar het is gewoon echt een goede volumizing mascara. Hij maakt je wimpers redelijk dik. En als je twee laagjes doet, dan krijg je ook redelijk een false lash effect. En als je echt een budget mascara zoekt die goed is, als je false lash effect fijn vindt, dan is dit misschien wel een goede. Toen ik hem net had, vond ik hem nog iets te nat. Maar dan helpt het wel even om gewoon 10 minuutjes even open te laten liggen. En dan droogt hij een klein beetje in, waardoor hij makkelijker te gebruiken is. Maar inmiddels vind ik hem gewoon wel echt heel fijn. Door alle drukte had ik ineens ook een beetje zin om te shoppen. En toen ben ik naar Rituals gegaan. En toen heb ik deze gekocht. Dit is de Sensation Organic Rice Milk and Cherry Blossom Foaming Shower Gel Sensation. Oh, al die lange namen. Jullie zullen hem vast wel kennen. Dit is zo'n douchegel in een spuitbus, noem ik hem maar even, van Rituals. En de geur cherry blossom. En hij is zo lekker. Volgens mij heb ik deze vroeger wel eens gehad, maar ik kan het me niet helemaal meer herinneren. En ik dacht, weet je wat, ik heb er zin in deze. Ik ga hem gewoon weer kopen. Hij is gewoon fijn. En hij heeft een hele lekkere geur. Als je hem zo in de bus ruikt, dan is de geur wat vlak. Maar onder de douche, dan wordt het echt zo'n hele levendige, zoete, frisse geur. Ik kan het niet omschrijven. Hij is gewoon lekker. Nog een doucheproduct. En dan gaan we eventjes naar de concurrent. Maar het is nog steeds één van mijn favoriete merken. De Body Shop. Dit is de Satsuma Body Polish. En nou ja, ik ken natuurlijk de producten van de Body Shop heel erg goed. En ik heb eigenlijk ook al alles gebruikt. Maar deze heb ik inmiddels weer een beetje herontdekt. Satsuma is zo'n geur, als ik die ruik, dan moet ik meteen aan vroeger denken. En vroeger, toen ik nog heel klein was, echt een jaar of 4, 5, 6, toen spaarde ik de badparels van de Body Shop. Ja, het is bij mij al vroeg begonnen. Dus dat was vast een voorteken. En als ik deze ruik, dan moet ik daar meteen aan denken. Dus er zullen wel badparels van Satsuma tussen hebben gezeten, waardoor ik er meteen aan moet denken. En als ik deze ruik, dan is het echt zo'n walk down memory lane. Het is zo'n lekkere, frisse geur. Hij is wel heel erg zoet. En daarom heb ik hem ook niet zo vaak gebruikt. Omdat ik tegenwoordig meer van de frisse geuren ben. Maar voor onder de douche. Dit is een douchegel met scrub. Ik vergeet het helemaal te vertellen. Sorry. Nogmaals, ik ben wat warm vandaag. Maar het is een douchegel met scrub. En dan 's ochtends is het echt zo'n geur waarmee je zo helemaal wakker wordt. En het voordeel hiervan is dat je dus wel eventjes in de douche die lekkere, frisse, zoete geur hebt. En als je hem afspoelt, dan is die geur nagenoeg weg. En dan kun je gewoon een neutrale bodycrème opsmeren, wat ik dus dan het liefste doe. Dus ik vind het een beetje too much om en de douchegel en een bodybutter, bodylotion ervan te gebruiken. Maar alleen deze is wel echt heel erg lekker. Dit is echt zo'n zomergeur. Als laatste wil ik nog eventjes een paar nagellakken laten zien. Dat zijn deze, allemaal van Shine Clay. Ik was op de Beauty Girls Party met de andere meiden van Femme. En was super leuk natuurlijk. En er was een stand waar ze de nagellakken van Shine Clay hadden. En ik stond echt de hele tijd al te kijken van, oh, ik wil er naartoe, ik wil er naartoe. Maar het was zo druk. En heel veel van jullie herkenden ons. En het was echt chaos eigenlijk. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, joh,
ik wil nu toch eventjes naar die stand. En de andere meiden zijn toen meegegaan en die zijn ook helemaal gaan shoppen. Ik heb toen eens deze nagellak gekocht. De kleur Metropolitan. Deze hebben jullie al op mijn site kunnen zien. Oh ja, wacht, jullie hebben ze allemaal al op mijn site kunnen zien. Hele mooie gele kleur. Ja, ik heb het al vaak verteld, ik hou van geel. Deze die heeft ook net op mijn site gestaan. Dit is Flirty Tankini. Deze komt uit de collectie van 2 jaar geleden. Hij is zo mooi. Ik zag hem daar en ik zat echt zo te kijken. Ik denk, hé, hij heeft een hele gekke finish. Maar ik dacht, ik neem hem toch mee. Want ik hou van roze, ik hou van koraal. En hij is zo mooi. Dus ik was heel blij dat ik hem alsnog heb meegenomen. En nog deze. Dit is Glimmer More. En dit is een glitterlak. En hier zitten wat gele glitters in. Roze, donkerroze en nog een beetje donkergeel. En deze heb ik dus al best wel veel over deze gedragen. En dat is zo'n mooie combinatie. Echt, wauw. Dus ja, echt, dit waren echt mijn top nagellakken van deze maand. Die heb ik zoveel gedragen, omdat ze gewoon zo ontzettend mooi zijn. Ja, en dat waren mijn favorieten van deze maand. Jeetje, het was, ja, het is niet zoveel, maar ik weet er altijd weer heel lang over door te praten. Sorry, ik dacht eerst van ik ga deze video kort houden. Nee, het is niet gelukt. Sorry. Volgende keer beter. Trouwens, nog even iets heel anders. Ik heb een nieuwe layout op mijn site gezet. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga dan eventjes kijken. Want hij is leuk geworden. Het is een beetje weer net even wat frisser, strakker. Ook weer niet, maar gewoon wat anders. Had ik zin in. Nou, anyway. Een hele fijne dag nog. Ik weet niet waarom ik dat nu zeg, maar ik wens jullie sowieso een hele fijne dag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!